Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, ING, Tankstation Klok, Danny Schilderwerken en de Business Club Hogeveen. Ja, Danny van Zeleen, er wordt eigenlijk helemaal niet gevoetbald, maar toch maak je promotie naar de JO19? Ja, dit is, dat kwam op ons pad, een leuke uitdaging en ik zit lang in die onderbouw, dus deze vacature kwam vrij en daar hebben we op gereageerd en dat is het geworden, dus ja, heel veel zin in. Mooi ook, natuurlijk bekend gezicht, waardoor sommige mensen, je zult jezelf niet op de schouder willen kloppen, maar sommige kinderen gaan denken van, weet je wat, wij willen graag daarbij aansluiten. Nou, ik denk dat wij wel een goede indruk hebben gemaakt de laatste jaren met de jeugdteams. En wij willen A1 van Hogeveen weer op de kaart zetten. Jongens uit de regio melden zichzelf inderdaad al aan. En we gaan zaterdag een testtraining draaien. En we gaan kijken waar het schip strandt. Maar we hebben er echt heel veel zin in. Wat zijn jouw verwachtingen van het niveau op dit moment van de jongens? Want die hebben toch ook bijna 2 jaar stilgestaan straks. Verwacht je dat toch wel de nodige schade heeft aangebracht? Nee, ik verwacht het niet. Want heel veel mensen zeggen dat alle jeugd allemaal op de PlayStation en Fortnite zit. Maar mijn zoon heeft zelf ook die leeftijd. En die jongens die organiseren zelf onderling voetbalwedstrijdjes tegen ploegen uit Meppel, uit Assen. En ze zijn hier heel veel te vinden. Dus ik vind juist dat deze doelgroep best wel veel voetbalt nog buiten de echte voetbalclub om, zeg maar. Zegt wel wat over de motivatie ook, hè? Wat je nu zelf zegt, dat ze zelf wedstrijdjes organiseren. Ja, ze zijn heel fanatiek. Ze appen zelfs al van, kunnen we nu al niet starten? Wanneer gaan we beginnen? En vandaar dat we die training ook hebben ingelast. En dan gaan we in combinatie met Nico doen. Die gaat ons een beetje in assisteren. Dus ik denk dat we daar een hele, heel veel aan kunnen hebben aan Nico. Dus ervaren trainer bij de jeugd van PEC natuurlijk. Heeft bij Emmen gezeten, nou hier hoofdtrainer. Dus wij willen heel nauw samen gaan werken met Edward en met Nico. Dus leuke uitdaging. Ja, zelfs zit je natuurlijk ook in de technische commissie. Wat dat betreft is het natuurlijk, zit je heel dicht op het vuur straks. Om ook te kunnen kijken en te kunnen beoordelen wat er qua doorstroming mogelijk is. Ja, dat klopt precies. En de jongens van nu van de A1 die voelden zich niet echt gehoord in de vereniging. En die lijntjes zijn nu heel kort natuurlijk. Ik heb al met Edward gesproken. Ik heb met Nico gesproken. De jongens, de tweedejaars, die gaan volgend jaar direct vanaf het begin om en om meetrainen met Edward. Nou, en ben je echt heel goed, dan kun je aansluiten bij de zondag. En dan kunnen we kijken wat hun niveau is. Dus ze worden direct vanaf dag 1 eigenlijk beoordeeld op wat hun niveau is. En ze kunnen het zelf laten zien. Tot slot even, van ook jongens die dan misschien niet redden. Komt er zaterdag 3, ook daar wordt wat nodig aan gestimuleerd om de jongens wel voor de vereniging te behouden. Ja, en dat is heel belangrijk juist. Ook die jongens die niet goed genoeg zijn voor een eerste selectie. Die moet gewoon bij Hogeveen blijven. En dat is onze doelstelling. Ja, en dat is waar wij echt ons hart voor gaan maken. Plezier terugkrijgen, niveau omhoog krikken. Ja, en hopen dat die senioren gaat groeien. Dat die jongens echt trots zijn dat ze hier bij VV Hogeveen mogen voetballen.